Iegeleisen is in de bouwsector vooral bekend van het hoogwaardig egaliseren van vloeren tot de hoogste vlakheidsnorm. Waar Iegeleisen ook in is gespecialiseerd is het plaatsen van verschillende types zwaar belastbare dilataties zoals sinusdilataties en aluminium schuifprofielen. Een dilatatie is een methode om schade te voorkomen door horizontale, verticale of gecombineerde werking van constructieve elementen op te vangen bij temperatuurschommelingen of zetting van in dit geval betonnen vloerdelen of cementdekvloeren. In deze video laten we zien hoe het aluminium schuifprofiel type SBS 5110-15 geplaatst wordt. Dit is een dilatatie schuifprofiel met een driedimensionale bewegingsopname wat geschikt is voor vloeren met intensief voetgangers en zwaar rijverkeer. Om de profielen goed vast te zetten en af te stellen, worden zij aan de onderkant bevestigd met speciale pluggen waar tapeinden in worden gedraaid alvorens de profielen erop te plaatsen. Omdat het erg van belang is dat de profielen recht komen te zitten en tot de millimeter nauwkeurig op hoogte worden afgesteld, gebruikt de Iegeleisen een speciaal hiervoor ontworpen meettechniek met behulp van een laser. Alles wordt nauwkeurig nagelopen, zodat na controle alle verbindingspunten kunnen worden vastgezet. Als laatste gaat men de profielen ondersabelen met een speciale drukvaste mortel, zodat alle speling tussen vloer en profiel geëlimineerd wordt. Hierna wordt het profiel gereed gemaakt voor een passende afwerking. Deze kan dan later geïnstalleerd worden. In dit geval is het een zandcement dekvloer als ondervloer. Zoekt u een partij met veel ervaring met plaatsen van verschillende soorten dilataties? Neem dan contact op met Iegeleisen.nl.